Hallo allemaal, ik ben Joem Dam. Ik werk als actrice, theatermaker en dit jaar is Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa. En ter gelegenheid daarvan heb ik in samenwerking met de stichting Wat We Doen van Floris van Delft komen wij een stuk spelen op 1, 2 en 3 november op een hele bijzondere locatie, namelijk Paleis van Justitie. Wanneer kom je daar nou? Het stuk, geregisseerd en geschreven door Floris van Delft, heet Om des gewetens willen. 1945. Het is gebaseerd op een echte rechtszaak, waarin drie rechters weigeren om een man naar werkkamp Erika te sturen. En nu, 65 jaar later, heb je drie rechters die voor een zaak komen te staan waarin de minister-president dreigt vermoord te worden. En terwijl zij bezig zijn met die zaak, roert de politiek zich. Het bijzondere aan deze voorstelling is dat er elke dag een inleiding zou zijn van iemand uit het vak die iets meer over het Leeuwarden arrest komt vertellen, om iets meer inzicht en kader te geven voordat u het stuk ingaat. Het belooft een mooie avond te zijn. Ik speel erin samen met mijn collega's Arend Brandlicht en Howard van Dodemond. Ik hoop u daar te zien in Leeuwarden, in het Paleis van Justitie. Ik ben er in ieder geval en ik hoop u daar te spreken. Dag!